Ladies and gentlemen, for the third time in a final in the K1 tournament in the Silver Dome in Zoetermeer, I give him a big hand, Sami Ben Azus in the red corner. And his opponent in the blue corner, and out for this fighter, in big hand, Jörg Kruta. In the blue corner, with a black and silver trunk, Jörg Kruta, the final tournament, K1, in the Silver Dome in Zoetermeer. The referee is Henk Verschuur. 3 rounds, 3 minutes, and I wish you a good fight. Thank you. Second out, first round. Thank you.
Thank you.
Ik zou zeggen, geef hem een hartelijk applaus voor deze hele middagavond die we dus gezellig naar het sport en de dat ik ken van Super Bowls en Free Fight. We hebben vandaag een leuke tegenwoordig aan de middagval natuurlijk. Deze finale geweest. En de winnaar is geworden van de Tour K1 in de Silverdome in Zoetermeer. In de Babaloo Junior Tour! En natuurlijk ook nog een hartelijk applaus voor zijn leuke standen, Shangela Zusha! En dames en heren, ik wil graag verzoeken de organisator van deze geweldige sportdag in de ring. Dames en heren, Daan Enneken! En ook graag wil ik even in de ring hebben als het om Peter Aerts en Ernest Hoest. Als dat zou kunnen. Die kennen we allemaal, dames en heren. Peter Aerts en Ernest Hoest. En zo, dames en heren, we hopen natuurlijk zeker namens de organisatie. We bedanken ook natuurlijk de scheidsrechters, de timekeeper, de scoreman en de ringarts en de juryleden die ook alles in een goede banen hebben geleid. Zo simpel ligt dat gewoon. Dames en heren, Ernest Hoest! En u kent hem niet, dames en heren, Peter Aerts. Hey. En dames en heren, het is net of we dus in Japan zijn. We hebben er nog eentje en een grote en een goede K-man, Stephen Leiko. En dames en heren, nog eentje, de kampioen Karin Max Albert Kous. En ook nog, dames en heren, wil ik graag ook nog een keer aanvijden, Alex Sigurdsson, die gebaseerd is helaas. Alex Sigurdsson, ook nog even in de ring alsjeblieft. Zijn partij is helaas niet doorgegaan, omdat hij dus gefaseerd raakte. En zo, dames en heren, gaan we dus over op de prijsuitreiking in. Dames en heren, Alex Hiekerman, groot gedrukt. Van deze geweldige dag in het Silverdome in Zoetermeer op 6 april 2003. Dames en heren, de organisator Daan Enneken zal de prijs uitreiken aan de winnaar Jurgen Kroeta. We'll be right back.
Jürgen, congratulations, winner. How did it go? It go like I wanted to go. It was a tough final. It was a hard and first fight. I four rounds. It was tough, and second I was tired. And but I win. Because the first round it was going a bit. Well, I don't wake up real bit. But second round and third round was better. How does it feel to be the king? It feels very good. When is your first fight again for a K1? I don't know. I don't know when I fight again. And what's the goal? The goal is the K1 in December, of course. Thank you, and have fun. Okay.